De elektromotor. Je hebt geen flauw idee hoeveel van dit soort motoren er in de wereld rondgaan. 70% van alle energie in de industrie gaat naar dit soort jongens. Op Schiphol alleen 6000 elektromotoren om jouw bagage af te handelen. Je begrijpt, in deze markt is waanzinnig veel rendement te behalen. En dat is precies de missiestatement van Kolmar elektromotoren te Putten. Voor de kleintjes, voor de grote en voor deze jongens. Kijk Roel, dit is een IR2 motor. Oude conventionele technologie die je alleen aan en uit kan zetten. Conventioneel, dus alles of niks. De volgende stap in technologie is dat we een elektromotor gaan nemen waar we de frequentieregelaar geïntegreerd op de elektromotor zetten. Met een druk op de knop gaat de motor langzaam aan en je kunt hem in ieder gewenst toerental gebruiken die je wil. Dat betekent energie op maat. Maar als we nog een stapje duurzamer gaan, dan gaan we naar de IE4 klassificatie toe, crème de la crème. Bij deze elektromotoren zitten de permanent magneten in de rotor opgesloten, zodat we een nog beter rendement voor elkaar kunnen krijgen. Hier moeten we naartoe. Dat is waar we naartoe moeten. De standaard. Crème de la crème. Maar wat is nou het grootste verschil tussen die technologie waar jullie op focussen en de traditionele, of de voorganger? Nou, de traditionele technologie was erop gebaseerd dat het roterende gedeelte, de rotor van de elektromotor, magnetisch gemaakt moest worden. Daar heb je energie voor nodig. Deze nieuwe technologie hebben we de rotor voorzien van permanent magneten. Dus die hoeven we niet meer magnetisch te maken. Dus die energie consumeren we ook niet meer. Oké, maar stel, ik heb bijvoorbeeld een bedrijf en dit zorgt voor de ventilatie. Ja, heel goed voorbeeld. Ventilatiesystemen hebben veel draaiuren. Dus als je veel draaiuren hebt, kun je veel energie besparen door energiezuinige elektromotoren daarin toe te passen. Energiebesparingen kunnen makkelijk tot 10% of meer oplopen. 10%? Zeker. En over hoeveel motoren praten we dan? Nou ja, jaarlijks verlaten hier zo'n 60.000 elektromotoren ons bedrijf. Dus die vinden ergens een plekje in Nederland om in een machine of in een pomp gebouwd te worden. Die in de baggerindustrie gebruikt wordt voor de vuilwatervoorziening, voor de schoonwatervoorziening, ventilatietoepassingen. Je kunt het eigenlijk opnoemen. Kijk maar eens om je heen als je ergens rondkomt hoeveel elektromotoren je wel niet tegenkomt. Die markt is echt huge. Enorm. Dus als nou iedereen bij de keuze van een elektromotor het hoge rendement als uitgangspunt neemt, kunnen we zo'n waanzinnig verschil maken.